Oh, pas op. Zit ze hier nu zitten, alle drie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Sam heeft net een super lekker ontbijtje voor mij gemaakt. Oh, dat was recht in mijn oor. Oei, sorry. Dan wilt je zo lief zijn. Want dus Sam heeft een kei lekker ontbijtje gemaakt. Kijk, simpel, ja. Kei lekker. Mijn favoriet. Eikens. Oeh, ik had toch twee eikens? Oh ja. Oei, ja maar nee. Dat heb ik verkeerde gegeven. Ja maar nee, eet jij die maar. Eén is genoeg, één is genoeg. Maar ik had wel twee gezegd. Foutje van de firma. Sorry. Is niet erg. Eitjes, champignonnen, koriander. Broodjes afgebakken in de oven. Mm-hmm. En eitjes en champignonnen. En daar is nog kaas en... Ik heb gelijk. En choco. Smakelijk! Smakelijk. We kijken trouwens Young Sheldon. Nu zitten we aan aflevering 4. Zij heeft pas begonnen en vinden het wel goed, hè? Allee, het is wel fijn. Het is Sheldon wel tof. Sheldon is altijd grappig, ja. Daar gaat het dus over Sheldon van de Big Bang Theory. Als hij jong is, hè. Young Sheldon. Ja. We gaan nu vertrekken naar Sam zijn ouders. We gaan daar eten. Ik heb weer mijn geel hemdje aan van gisteren. Outfit repeater. Ik heb mijn groen hemdje aan. Ook van gisteren? Nee. Nee, wel mooi. En ik heb nu de mom jeans aan. Ik ga die eens aanhouden. Vandaag durft ze het. Ja, vandaag durf ik het. Ik vind dat echt heel mooi. Ja? Echt waar, heel mooi. Ja, ik vind dat ook heel mooi, maar ik weet gewoon niet als dat zo wel Talisa is. Snap je? Nou, nog eens. Jawel. Ik ben altijd graag van de zwarte broeken en de skinny broeken. Liefst mocht zwart. Mocht eens afwisselen, hè. Ja, dat is waar. En Sam heeft een mooi hemdje van de Sarah. En een broek. En schoenen. Shelly? Shelly, tot straks, hè. Tot straks, hè, Shell. Ga maar spelen met die vriend. Oké, let's go. Zit ze hier nu zitten, alle drie. Alle drie samen. Tot straks, schatjes. Love you. We zijn net buiten bij Sam zijn ouders. En nu gaan we nog heel even naar mijn ouders rijden. Het is 5 uur. We gaan niet lang blijven, want... We have a lot of work to do. Dus, wat? Ik zie goed aan het optrekken. Sam vroeg als ik eens met zijn auto wil rijden vandaag, maar ik ben er nog niet klaar voor. Schrik, schiet. Ik durf dat niet, hè. Ik durf dat echt niet. Ik vind dat zo... Te spannend. Ja, maar nee, als er dan iets gebeurt, dan wilt je mij echt nooit meer van je leven zien. Ik ga niet nee zeggen. Nee, nee, dat is niet waar. Dus de auto is duidelijk belangrijker dan mij. Nee. Oké, het is duidelijk. Ik ga het doen, hè. Ik ga met Sam zijn auto rijden. Ik ben zenuwachtig, hè. Ik durf dat niet echt goed, hè. Maar ja, ik moet van Sam. Sam dwingt mij. Sam dwingt mij om het te doen. Voorzichtig, hè. Ja, ik doe mijn best, hè. Oh. Ik durf niet, hè. Je hebt toch al automatiek gereden, hè. Ja, met de Jeep van Celine. Oh, ja, okay. Heb ik daarmee gereden. 2 uur lang dus. En in Amerika heb ik ook al eens automatiek gereden. Oké. Okay. Oh ja, ik sta veel te ver, hè. Wat is dat? Hoe zat het dat dichter? Zeg, ja zo. Oh, dat was per ongeluk. Oeps. Oh, nee. Dat is oei, wat is dat? Ja, je hoe moet daar hier opzij, moet je inhouden en dan kun je pas zo schuin naar onder zetten. Naar onder, gewoon naar onder is ja, drive. Nu staat hij in drive. Dus
je nu loslaat, dan gaat hij beginnen. Ah, je doet dat met je twee voeten. Hoe? Gewoon met de rechtse voet kun je ah, doen. Ah ja, hè? Waarom doe ik dat? Omdat geen... Ja, eigenlijk mag dat niet, hè. Eigenlijk nee, moet één ik voet. Denken. Alleen de rechtse voet gebruiken. Oh my god. Ik doe het niet, hè. Hé, hey, dat bolt al, hè. En je moet niet schakelen, hè. Ja, dus van de dingen afblijven. Die maakt zo hard lawaai. Dat is zo. Dat is zo. Ja, maar dat klinkt zo alsof ik moet schakelen. Nee, nee, die maakt automatisch hoge toeren. Dan zit ik wel heel dicht bij mijn stuur. Dat dicht zat hij aan de nee, kant dan? Ik heb mijn spiegels niet gezet. Maar waarom gaat dat niet als ik... Hey, Bompa! 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 Hier woont mijn Bompa. Let jij maar op, gij. Ja. Hier woont mijn Bompa. Kijk die man kijken! Oh my god. Ik durf niet, ja. Ze kan het, ze kan het. Wel tegen... Oh, pas op, 30 per uur. 30 per uur? Dat is eng, hè. Ik heb gewoon schrik met deze auto als ik daar iets aan doe. Het is veel te mooi en veel te chic daarvoor. Het staat wel in sport nu. Hier van Bente, dag Bente. Vertrouwt je mij wel? Vind je dat ja. Niet? Vind je dat nu niet? Jawel, dat kriebelt een beetje. Ja, dat is eng, man. Je baby wat je afgeeft. Ja. Heeft er al iemand anders mee gereden? Je papa? Papa, alleen mijn papa mag er mee rijden. Ja. En nu jij. Oei, oei. Nu komen we wel aan het rusten. Okay. Opletten, hè. Ja, Sam. En zich vooruit duwen echt. En nu duwt hij zichzelf wel vooruit. Ja. Dus eigenlijk moet ik hier amper iets doen. Ja, uw gas is heel gevoelig nu. Ja. Maar zo automatiek vind ik wel gemakkelijk. Ik snap niet dat mensen zo zeggen van ik heb problemen mee van automatiek naar schakelen en schakelen naar automatiek. Daar heb ik echt geen problemen mee. Hey, doe maar eens door. Ik ga zo naar mijn auto. Ik heb nog niet echt geduwd, hè? Nu rijd ik nog maar 100 eigenlijk. Oh my god. Pas op. Ja. Oei, dat is een drempel. Dat is een drempel, hè? Rustig op de drempel. Is dat niet gelijk met een Jeep van u, hè? Hoeveel moet ik op de drempel? Rustig, 20, 30. Oei. Ja, oei, goed zo. Ja, ja, het is goed, het is goed. Oké. Okay. Ik weet zelfs niet meer wat ik moet zeggen. Veel meer. Hè. Oh nee, we rijden voorbij. Rij nog maar eens een rondje dan. Oké. Okay. Ik zit echt te pitsen en dat stuur. Mijn handen zijn echt aan het zweten. Want weet je wat het was? Rustig op de drempels, ja. Bij mijn auto of bij de Jeep van Celine en Nick of zo. Ja. Als je daar 120 rijdt, hè, dat lijkt echt alsof je 50 rijdt. Omdat die zo groot en hoog zijn, denk ik.
dat is direct heel anders als je zo'n hoge auto ja, hebt. En als dan, je hier al 70 rijdt, oh ja, dat voelt. Hier ligt heel laag op de weg. Ja, dat voelt al alsof je kunt niet meer aan het rijden bent. Weet je wat wel is? Echt iedereen kijkt naar je. Kop. Echt iedereen kijkt wel echt, hè? Als je zo'n auto hebt. Ja. Echt iedereen die voorbij rijdt kijkt. En die zal dan ook nog eens denken, allee zo. Maar dat is door de kleur, maar waarschijnlijk ook. Neem je mij een snotneus of u een snotneus? Ik heb zelf een snotneus, oké? Okay? Ja, hier dat komt weer een spoor. Ja. Dat is geen goede baan. Niet om te rijden. Nee. Oh! En die schakelt terug, hè? Het is plat, duur, gewoon plat. Voelt je, als je hier zit, voelt je dat nog harder of zo? In het werk. Ja, ja. Oh, dat is ja. Waar, dan heb je zelf die controle ook. Ik zou rondgaan, ja, ik ga nog eens rond. Pas op met de drempels, hè. Ja. Zeg. Ja, zeg. Dat is een lage auto, hè. Daar kan raken ook, hè. Schaat het mij. Goed, nu ga ik doorduwen. Ik durf niet harder. Ik durf echt niet harder door te duwen. Ja, maar als je echt plat duwt, dan kan niet alles beginnen zo slippen of zo. Ah, slippen. De achterkant moet soms even tractie zoeken, maar nu is het redelijk droog op de weg, dus dat gaat wel. Duw eens plat. Ja, dan voelt je dat eens, hè. Maar die houdt die wel, die herstelt zich wel. Ik vind dat toch maar. Kijk, ik ga nog één keer doorduwen, hè. Papa kijkt al zo van. Wat doet jij? Hoe zet ik hem nu? Hier is reverse. Hoe nee, op de P van park drukken. Okay. Ja. Handrem op. Handrem. Okay. En daar is. Waar is uit hier? Ja. En? Ja, zo'n heel beest, hè. Good job. Ik weet niet. Poeh, ik voel dat. Ik ben zo helemaal. Hello! We are back home. En wij gaan de comment of the day doen vandaag. Mm-hmm. Oh, ik kan het niet vasthouden, mijn arm doet pijn. Ja. Ik heb spierpijn, please. Please, je hebt steviger armen, please. Oh, amai, mijn armen doen pijn. Tot zo. Ja, dus de comment of the day is... De comment of the day vandaag is van... Oei. Wat? Ja, zeg het maar. Ah, Silke Motmans. En die zegt... Ha 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 ha, Jenny! En ik zag ook dat mensen vroegen wie is Jenny. Jenny is een dubbele kin, hè. Oké? Dit is Jenny. Hier. Dit is Jenny. Ik heb mijn kind Jenny genoemd, omdat een volgster zei van noem een kind gewoon, geef die gewoon een naam en dan is dat eigen aan u. En dacht, dat doe ik. En die noemt Jenny. Jennyke. Vind dat een goede naam, joh. Ja. Ik vind dat een goede naam. Vind ik ook. Bedankt, Silke, dat je moest lachen om Jenny. Jenny apprecieert het. Dank je voor de comment of the day. Wij gaan hier ook de vlog afsluiten. Doe zeker thumbs up. Dan kan ik een steken.
Oh, dat gaat niet met mijn nagels. En wij zien jullie morgen.